Dit is het weerjournaal van Weerplaza. Niet heel goed te zien op de satellietfoto's, maar ze zijn er wel degelijk hardnekkige wolkenvelden. En uit die wolkenvelden valt van tijd tot tijd ook wat lichte motregen, vooral in de oostelijke helft van het land. Vanochtend 5 tot 7 graden, vanmiddag komt daar nog wel iets bij en halen we maximumtemperaturen van 7 of 8 graden. Ook vanmiddag hebben we nog steeds te maken met vrij veel bewolking. Soms wat motregen. In het noorden van het land een kleine kans op een beetje zonneschijn. De wind neemt geleidelijk verder af en begint langzaam te draaien. Vanavond lokaal al een oostelijke wind. Maar die wind is zwak van kracht. Het wordt wel meest droog. Hier en daar een opklaring. Ook nog de wolken en 4 tot 6 graden. Morgen zien we duidelijk meer ruimte voor de zon. Vooral in de zuidoostelijke helft van het land. Het is droog, temperaturen van 6 of 7 graden en een zwakke tot matige wind waait er uit het oosten tot zuidoosten. De wind gaat verder draaien naar een zuidelijke richting donderdag en vrijdag, zorgt voor temperaturen tussen de 5 en 8 graden, zorgt ook voor flinke zonnige perioden en droog weer. Laat op vrijdag in het westen van het land misschien de eerste neerslag en zaterdag zien we vaker buien, ook nog wat zon tussendoor en ook dan halen we 8 graden op de thermometers. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.